Dames en heren, hartelijk welkom. Wij zijn Connie Vliegen. En Connie Zweven. En wij zijn nu stewardessen van de Lakenfeest. Want zoals u weet, kan het wel eens een zootje zijn. En daarom hebben we dit fantastische bord georganiseerd. En u ziet hierop allemaal leuke kleurtjes. Dit zijn de plekken waar de boten in categorieën worden ingedeeld. En wij gaan ervoor zorgen dat ze allemaal op tijd, netjes en niet door elkaar door de gracht heen gaan. We gaan nu even laten zien hoe dat gaat werken. Heeft u wel eens twee zwemmende travestieten gezien? Nou, dat kan zo gebeuren, hoor. He? Oh, ik hou voor jou. Ja, ik hou voor jou. Een domme strui zo de gracht in. Nou, ga met dat ding. Nou, dames en heren, we gaan dus nu naar vak 1, vak paars. Ben je 3 minuten bezig? Gaan ze nu al te vroeg weg? Klaar ben je. Nou, dat gaat wat worden, hoor. Dames en heren, in geval van noodgevallen vragen wij uw vriendelijk de zwemvesten onder de stoelen vandaan te halen. Goedemorgen, dames en heren. Hallo. Welkom bij de Lakenfeesten. Help eerst uzelf en daarna uw kind. Ja, en als u 3 kinderen heeft, helpt dan de leukste als eerste. Brand! Dames en heren, we zijn aangekomen bij het eerste vak. Dit is het vak waar de boten dus als eerste gaan vertrekken. En de anderen moeten nog even wachten voordat deze 10 boten weg zijn. En u begrijpt, zorgt u ervoor dat u zich aan de regels houdt. Anders komen wij even langs om ervoor te zorgen dat u weer blijft liggen. En als u niet aan de regels houdt, dan offloaden wij uw luggage. Nou, en meer dan dat. Meid, wat sta jij nou weer te doen? Nee, je moet niet vlaggen. Je moet die mensen binnenhalen. Oh, stewardess van niks ook natuurlijk. Dames en heren, dit is de tweede plek waar dus de boten gaan vertrekken. U mag pas vertrekken vanaf deze plek als de eerste groep gegaan is. En wacht u alsjeblieft eventjes om ervoor te zorgen dat alles netjes achter elkaar loopt. Nou, wij gaan even naar de derde, ja? Oh, god, moeten ze weer mee op die boot. Oké, we gaan nu naar plek nummer 3. Ja, op naar nummer 3. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan nog geld betalen? Ja of nee? Jazeker, want 2 dagen van tevoren haalt u een startbewijs en dan hoort u in welk vak u zit. Ja, moet u bij de Leidse Rederij doen en niet vergeten te betalen, hè? Dames en heren, we zijn aangekomen op de beestenmarkt. Startplek 3. Nou, en als je in 3 zit, dan mag je dat pas vertrekken als 1 of 2 geweest zijn. Kind heel kan de was doen. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan nog geld betalen? Ja of nee? Vak nummer 3. Je mag allemaal weg. Schiet dan toch op, jongens. Dan zijn we over 3 dagen nog niet klaar. Wat een gekke hula hoop. Nou, hula 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 hoop. Hoep, hoep. Op het moment dat er wat aan de hand is met u, dat u dreigt te verdrinken bijvoorbeeld, dan zijn de stewardessen ervoor om u te komen redden. En het ziet er dan zo uit. Oeh. Oh, touwtje. En door. Ja. Nou, we zijn er hoor. Vak nummer 4. Het allerlaatste vak wat mag vertrekken. We staan hier voor de Lakenhal. Dus deze gaan als laatste weg. Dames en heren, we wensen u veel plezier bij de Lakenfeesten. En hou je aan de regels, hè? Dan komt alles goed. Varen met dat ding.